bijna 10 uur. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet vloggen vandaag. Nou ja, dat het takkenweer is. Dat dan weer wel. Ik ga even rondje huis doen, afwassen, opruimen, was doen, dat soort dingen. En dan wacht ik even af of de familie nog naar de kerstmarkt gaat. En wat het weer doet, vermoed dat ze niet gaan. En dat vind ik niet zo heel erg, want ik denk dat ik gewoon lekker een dagje thuis blijf vandaag. Dat editen komt er iedere keer, maar ik doe het wel, want ik loop niet achter of zo. Maar toch, ik wil eigenlijk eventjes echt een slagje maken vandaag om alles te editen. Morgen ga ik de laatste boodschappen doen voor alle verse dingen, zeg maar, voor de kaasfondue. Dat hoeft vandaag niet, dat kan morgen ook nog. En ja, ik denk dat het gewoon echt een hele saaie vlog gaat worden vandaag. Omdat ik van plan ben een heel relaxed dagje te houden. Maar goed, wie weet dat er nog iets gebeurt. Ik ga eerst eens even aan de slag. Je weet dat je haren goed geknipt zijn als je het gewoon uit je knotje haalt en het gewoon lekker valt. Ik ben er echt zo blij mee. Ik ben bij Brainwash geweest. Dat is een kappersketen. Vrij goedkoop. Ik moest €25 betalen voor wassen, knippen, feunen en een masker. Nou, dat vind ik niet duur. Bij mijn eigen kapper, waar ik normaal altijd ga, is het veel duurder. Je kan alleen geen afspraak maken. Dus als je pech hebt, zit je wel even te wachten. Nou had ik geluk, want ik was met 10 minuten kwartiertje aan de beurt. Maar ja, ik ga wel overwegen om er vaker heen te gaan. Want ik ben best tevreden. Het kerststuk, waar ben je daar? Is er weer klaar voor? Even de rozen vervangen. Die heeft mijn moeder heel lief gehaald. En heeft ze het even gebracht en die heb ik erin gedaan. Het ziet er toch wel iets beter uit. En ik ga nu lekker even mijn mosterdsoepje eten. Die had ik in mijn kerstpakket gekregen, dus ik ben heel erg benieuwd. Hij is een beetje geëxplodeerd in de magnetron. Maar goed, ach, hij is warm. En ik denk dat het wel lekker zal zijn. Dus die ga ik even opeten. Ik zou gaan editen, maar ja. Toen gebeurde er dit. Ik weet niet of je het kan zien. Ik keek vanochtend 12 Days of Christmas van Suus. En die had het over Call the Midwife. En toen dacht ik, oh ja, daar moet ik nog een paar seizoenen van afkijken. Ja, dat is er dus gebeurd. Maar goed, ik heb nog wel. Het is inmiddels 3:30. Nee, 2:30 pas. Dus vanavond heb ik ook nog en morgen nog de hele dag. Dus dat editen komt er nog wel. Maar vooralsnog geniet ik van een heerlijke lazy Sunday met Call the Midwife en kleuren. Helemaal leuk. Zo, heel wat uurtjes verder. Ik ben inmiddels bij mijn ouders geweest. Hebben we lekker Chinees gehaald onder elkaar. Mijn zus en mijn zwager waren er ook even. Dus dat was heel gezellig. En ja, nu weer verder relaxen. Het is echt een relaxed dag vandaag. Maar goed, dat is ook wel eens even lekker. Ik heb de afgelopen dagen toch nog best wel ook niet superveel gedaan vanwege de vakantie. Maar toch wel wat. Vandaag is het echt zo'n zondag. Heerlijk. Dus ik ga nu weer even kijken wat er inmiddels op YouTube online is gekomen. En dan ga ik dat even lekker kijken. En dan, ja, kijken of er nog wat van editen komt vandaag. En zo niet wordt het Call the Midwife ook tof. En voordat ik aan mijn avond ga beginnen, ga ik toch eerst even de adventkalender openmaken. We zijn op zoek naar nummertje 23 vandaag. Die zit hier. Petra, oh mijn god. Weer een nagellak. Een sneeuwkleurtje denk ik, hè, wit. Hoe heet die? Jack Rose. Ja, het is een beetje een heel zacht roze tintje, denk ik, of zo. Leuk.
Nou, zo gaat het hard met die stash van mij. Ik ben er weer van aan het genieten hoor, jongens. Kijken jullie het ook allemaal? En ondertussen kan ik daar nog even genieten van wat vuurwerk. Ja, waarom niet? Oh, het is nou... Oh nee, daar gaat het weer. Leuk. Nou, ik ga weer even verder kijken. Zo, het zit er weer op. De laatste is net geëdit. Uploaden lukte niet helemaal, dus dat doe ik morgen wel. Ik ga lekker mijn boek luisteren en slapen. Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En tot morgen.